Goedenavond. Ik ben Marjolein van Heemstra. Vond dat een hele fijne stem. Daar zou ik wel een cd van willen. Zo'n soort meditatieve... Als de tekst misschien nog iets... Als hij nog iets rustiger had gepraat, dan was het een fantastische... New Age stem, weet je. Ik ben gevraagd om iets te zeggen hier vanavond over... aan de hand van het thema, dus de elite en de verantwoordelijkheid van de elite... over het aspect van de taal daarin. Het is best ingewikkeld, omdat er zijn natuurlijk heel veel elites. Er kwamen er net al een heleboel voorbij in de keynote speech. Ik heb volgens mij trouwens nog... Oh ja, ik heb nog precies 30 seconden. We zijn een beetje uitgelopen. Ik had strenge opdracht om me aan de tijd te houden. Maar nou ja, ik kan... Ja. Er zijn... Min één minuut. Er zijn, wat ik al zei, er zijn dus zoveel verschillende elites. En ik ga me dus maar een beetje beperken tot de elite die ik goed ken. Namelijk de elite die ik zelf ben. Ik ben elitair. Ik denk wel meer mensen die hier zitten. Op heel veel verschillende manieren. Wij speelden geen Monopoly. Dat was ordinair. Wij deden gewoon Rummy Cup. Zo elitair ben ik. Dus... ja, je kan natuurlijk van alles... Ik denk dat veel mensen die hier zitten best wel bekend zijn met dat hele fenomeen van dat taal macht is. Dat je met taal en je discours een bepaalde werkelijkheid oproept. En dat ook betekent dat je op een gegeven moment de wereld niet meer buiten die werkelijkheid kan zien. En nou ja, dat je dus macht uitoefent via dat discours. Dat is allemaal Foucault, Habermas, grote filosofen hebben daar interessante dingen over gezegd. En ik kan me zomaar voorstellen dat een zaal vol groene redacteuren dat ook allemaal weet van die filosofen. Maar ik leerde eigenlijk dat hele ding van taal is macht op een mistige dinsdagochtend bij een oude barones, was de laatste van haar geslacht, mevrouw Pauw van Wieldrecht. We zaten in een ruime kasteelkamer en we aten een schaaltje pinda's. En ik had haar gestrikt voor een interview. Ik was heel zenuwachtig. Het was een van de eerste interviews die ik mocht schrijven. En ik wilde haar iets over haar generatie schrijven. Haar generatie edellieden. En hoe die geleefd hadden. Maar geheel in lijn met haar afkomst had ze geen enkele zin om mijn vragen te beantwoorden. Ze ging gewoon vertellen wat zij interessant vond. En ik had niet echt het lef om daar tegen in te gaan. Dus ik zat daar met die pinda's en zij bleek expert te zijn. Dat weten misschien sommige mensen. Zij heeft een aantal boeken geschreven over de taal van de adels. Ze was echt expert in het dialect van die specifieke elite. Dus het ging eigenlijk de hele ochtend over het verschil tussen... ijskast en koelkast, taartje en gebakje, familie en familie. En hoe ontzettend subtiel dat allemaal lag, vond mevrouw Pauw van Wieldrecht. En... het was eigenlijk op deze mistige dinsdag, naar haar luisterend... ik weet niet, misschien was het haar strenge kapsel. Misschien mijn woede over het feit dat ik geen enkele vraag kon stellen. Maar dat ik ineens voor het eerst echt hoorde... hoeveel eeuwen van geweld en onderwerping er doorklonken in haar taartje. En ik liep weg van het landgoed en ik besloot dat ik niet zo wilde praten... niet met zoveel subtiel dédain. Die taal van die oude elites, dat weten mensen denk ik ook wel. Maar dat is natuurlijk een taal vol met valkuilen en vossenstrikken. Dat is een taal gemaakt om indringers te betrappen. Mensen zitten gewoon te wachten tot je per ongeluk toilet zegt en dan lig je eruit. Dat is een hele heftige, harde wereld. Het is ook een hele ijdele taal. Ik bedoel, je kan er allemaal mooie boeken over schrijven, maar het is heel ijdel. Ik vind het nog steeds hilarisch dat er... Want ik doe dat zelf ook en dat is heel heftig dat ik dus die erfenis ook heb meegekregen. Dat je dan ijskast zegt. En waar komt dat vandaan? Omdat je daarmee wil aantonen dat jullie al een ijskast hadden voordat de elektrische koelkast überhaupt was uitgevonden. En dat is natuurlijk super kinderachtig. Maar goed, we doen het en we vinden het ook... Ik weet niet, belangrijk. Een taal bedoeld om uit te sluiten. Zoals ik net al zei, ik liep weg van dat landgoed en ik dacht... Oké, goed, ik praat zoals ik praat, kan ik misschien niks aan doen... maar ik kan wel proberen zo min mogelijk valstrikken in mijn taal toe te laten. Ik dacht, als de noblesse iets obliest, dan is het wel gewoon heldere, inclusieve taal.
Dit was het eerste waar ik aan dacht toen mij die vraag werd gesteld om iets te zeggen over taal en macht. En het tweede waar ik aan dacht, dat hangt daarmee samen, en dat is mijn ontmoeting met de Afghaanse vluchteling Zora Norouzi in november 2015. En Merkel werd net al genoemd. Dat was een beetje mijn Merkel-moment. Dat was het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. En ja, heel veel mensen om mij heen wilden iets doen, ik ook. Ik vond mezelf daar ook helemaal... ik dacht, ja, als ik het niet doe, wie doet het dan? Dus ik kwam haar tegen en ik dacht, nou, dit lijkt me nou echt een waanzinnig moment om iemands leven te gaan redden. Daar stond ze, mijn Merkel-project. Ik zeg het een beetje flauw, het was veel mooier dan dat. Ik werd heel goed bevriend met Zora. Zij was de enige van haar familie die in Nederland mocht blijven. Het was een heel tragisch verhaal. De rest moest allemaal weer doorvluchten naar Duitsland. En ze werd mijn oppas en ik ging haar leven op poten zetten. Dat lukte niet, daar ben ik veel te elitair voor. Ik kon geen formulier invullen en ik kwam nergens doorheen als ik mensen moest spreken aan de telefoon, omdat ik veel te ongeduldig was. Dus ik heb zelfs gesolliciteerd op een gegeven moment voor haar op een baantje. Daar werd ze niet aangenomen, omdat ik alle antwoorden fout had gegeven. Dus je moest namelijk altijd antwoorden dat je de manager zou bellen. En dat zou ik nooit doen, want ik dacht, dat lossen we natuurlijk even zelf op. En toen werd ze niet aangenomen. Dus dat was in heel veel opzichten. Ze mocht ook 5 jaar niet meer solliciteren bij die plek. Wilde ze heel graag werken. Dat was echt heel pijnlijk. Maar ik dacht, nou goed, wat ik wel kan doen. Ze wilde werk, ze wilde taal leren. 2 dingen. Belangrijk, hè, deelnemen aan de samenleving, we hoorden het net al. Wilde ze graag. En ik dacht, ik kan dat combineren door met haar een voorstelling te maken. En dan leert ze ontzettend goed de taal. Want ze moet dan gewoon de helft van die voorstelling doen met mij. En die moet zij dus spreken ook op toneel in het Nederlands. Het was een enorme uitdaging. 3 kwartier tekst ging ik voor haar schrijven, moest zij leren. En ze zou ook gewoon geld verdienen. Dus dat leek me een hele goede deal. We gingen dat zo doen. Zij vertelde mij dan heel, ja, toch een beetje hakkelend in half Nederlands, half Engels. Vertelde ze haar verhaal. Of in ieder geval dat deel van haar verhaal wat ik in de voorstelling wilde. En ik ging dat opschrijven dan weer. Dat vertaalde ik in mijn taal. En ik deed daar dan expres, maakte ik dat wel iets simpeler en zo. Maar dat vond ik toch lastig om dan in haar ritme ook te schrijven. En daarna liepen we dus, ik had dan die tekst geschreven, liepen we dagenlang rondjes door Amsterdam. En dan zei ik dus die woorden. Dus ik vertelde haar eigenlijk haar verhaal. En zij herhaalde dan haar verhaal, mijn versie van haar verhaal. En dat deze echt lettergreep voor lettergreep. En heel vaak ook gewoon fonetisch, omdat ze helemaal niet begreep wat ik precies zei. Als we dat niet aan het doen waren, dus het was echt een hele intensieve taalkursus eigenlijk. Als we dat niet aan het doen waren, dan leerde ik haar andere woorden. Bijvoorbeeld, dat is een lijstje dat ik laatst terugvond. Toen zij lunch ging halen voor een tekstrepetitie, dat deden we dan om de beurt. En dan kreeg zij zo'n lijstje mee. En dan wilde ik ook graag, als ze dan die boodschap deed, dat ze dan meteen die woorden uit haar hoofd leerde. Want ik dacht, dat is handig en dat is belangrijk. En dan, ja, als je zelf boodschappen gaat doen. Dus zo'n lijstje was dan bijvoorbeeld, nou, 1 keer Tony Chocoloni, karamel zeezout. Koffiecups, ristretto, AUB. Daar heeft ze nog heel lang over na. Aup. Wat is dat voor woord? AUB. Vlierbessensap, geitenkaas, zuurdezenbrood, avocado, tussen haakjes biologisch. En dan de zin, linnen tasje zit in de fietsmand. Nou, ik kan me dus heel goed herinneren. We horen natuurlijk allemaal hoe ook wel gênant zo'n lijstje is. En typisch. Ik kan me heel goed herinneren dat Zora op een gegeven moment tijdens een lunch met ook de dramaturg en daar zaten we met z'n allen aan tafel. En ja, die praten allemaal hetzelfde. En dat ze echt zei van, het is zo grappig dat jullie het zoveel over avocado's hebben. Dus zij dacht echt dat Nederland is een land van avocado's en theater. En de vegetarische slager vond ze natuurlijk ook hilarisch dat dat bestond. En zij dacht gewoon dat dat Nederland was. Want iedereen die zij ontmoette in mijn bubbel was, nou ja, die sprak natuurlijk zo. Met iemand anders was Nederland voor Zora misschien het land geweest van Crocs, van Sinterklaas, van de Gouden Eeuw. Maar bij mij werd ze dus ingelijfd in een land van avocado's en de vegetarische slager. En doordat ik haar hielp met het stampen van teksten, nam ze niet alleen mijn woordenschat over. En daar gebeurde iets geks, maar ook mijn intonatie. De nadruk of achterloosheid waarmee ik mijn woorden uitspreek. En dat bleek een hele effectieve manier van leren, al dat papegaaien. Maar het werd al snel bijzonder ongemakkelijk. Het was namelijk echt alsof ik mijn eigen wereldbeeld in de lachspiegel bekeek. Zora die had de neiging, die deed mij zo goed na,
dat ze het allemaal net een beetje overdreef. Als een goede actrice op zoek naar de rol. Dus woorden werden uitgerekt en ingedikt en overdreven benadrukt en een beetje vernacheld. En ze hoorden ook vaak net iets anders dan ik zei. Dus Tony Chocolonely was het dan natuurlijk. En biologisch. Biologisch, zei ze dat. Biologisch. Alles was biologisch, maar ja, biologisch. Zuur, bezem, dood. Dat vond ik nog wel de mooiste. Voor al dat zuur, bezem, brood. Wat ik zuur, bezem, dood. En ik voelde me dus best wel betrapt door haar vlijtige interpretaties van mijn taal. Ik had het gevoel dat wat zij hoorde misschien ook wel was wat ik zei. Zij hoorde dus in mijn taal een andere taal. En ik vroeg me ongerust af welke lonely, welke logica, welke zure dood zich in mijn woorden verscholen hield. Ik dacht aan Orwell's Doublespeak in 1984. Ik denk dat veel mensen wel bekend zijn met dat boek. In 1984 beschrijft hij zo'n systeem, INGSOC, totalitair systeem, waar mensen eigenlijk helemaal zijn verleerd om te praten met betekenis. De taal is er niet om te duiden, maar om te verhullen. En die taal heet dan Doublespeak. En ik vroeg me af of mijn taal dus ook tot op zekere hoogte misschien doublespeak was. Wat ik eigenlijk aan het verhullen was en wat zij dan hoorde. En dat was op een hele vreemde manier confronterend. Maar de echt grote twijfel over mijn weldoenerij, dat kwam op de dag dat Zore voor het eerst heel voorzichtig over geld begon. Wat ze nou precies verdiende en btw en belasting en hoe wat ik dan verdiende en wat die verdiende en die. En nou, daar begon mijn gestamel. Ja, nee, ja, natuurlijk verdiende ze van alles en gewoon geld en en ik wist dat allemaal niet precies. Ik verwees haar door naar mijn zakelijk leider en ik slingerde het stoffige oude bospad op van die elitaire taal die ik toch ergens geërfd heb. Want in mijn gestamel klonk de erfenis van eeuwenlange minachting voor geld door. Een geschiedenis van mensen die gewoon serieus, hoe hard ze ook werkten, liever niet betaald kregen omdat ze dat heel ordinair vonden. Dat is toch absurd, hè? Dat je dan dus heel hard werkt en je wil gewoon geen geld. Want stel je voor, dan ben je een werkend man. Met als resultaat dat ik, anno nu, nog steeds nooit helemaal normaal over geld kan praten. Het is altijd of te hard, of te veel, of te onduidelijk, of te snel, of nou, het is hoe dan ook raar. Ik heb zelfs in het eerste jaar als freelancer heb ik helemaal niks verdiend. Omdat ik er gewoon niet over kon beginnen. Kijk, nu gaat het al mis. Ik word helemaal zenuwachtig, het onderwerp. Ik wist gewoon niet hoe. Dus die erfenis van de eeuwens voorspoed, die heeft mij duizenden euro's gekost. Dat zou je als een soort historische rechtvaardigheid kunnen zien. Maar Zora's erfenis is een totaal andere erfenis. Zora heeft een jaar op straat geleefd. Zora heeft letterlijk gebedeld om eten. Ze heeft honger geleden. Niet geweten of ze de volgende dag zou halen. Voor haar is geld en bezit de eerste prioriteit, de allereerste. En voor haar gemoedsrust was ze beter afgeweest als een ondernemer zich over haar ontfermd had, in plaats van deze elitaire theatermaker. Het voor haar belangrijkste onderwerp was in de wereld die ik haar bood een blinde vlek. De macht van de taal zit hem niet alleen in wat we zeggen, wist ik toen, weet ik nu, ook in de dingen die we niet zeggen. En ik dacht aan een college dat ik ooit volgde tijdens mijn studie godsdienstwetenschappen. Daar leerden we dat over de oude Kanaïtische oergodin Asherah. Ik weet niet of iemand haar kent, Asherah. Nee, fijn, dan kan ik echt alles verzinnen wat ik wil. Nee, ik heb wel echt godsdienstwetenschap gestudeerd, hoor, dus ik weet het. Maar in Oegaritische teksten wordt zij dus beschreven als de vrouw van El. Dat is de vadergod die eigenlijk in een nieuwe vorm bleef bestaan in de Bijbel. In alle monotheïstische religies. Maar Asherah niet, die is helemaal verdwenen uit die religies. Ze werd namelijk letterlijk klein gemaakt. Heel interessant, ze hebben gewoon van haar de hoofdletter van haar naam hebben ze een kleine letter van gemaakt. En met een kleine letter betekent Asherah stok of paal. En in het beste geval heilige paal. Boom kan het ook nog zijn. Maar een hoofdletter kan dus het verschil maken tussen wel en niet bestaan. Tussen een geliefde godin en een roemloze stok. Het verkleinen van een enkele letter kan gewoon de start zijn van 1000 jaar patriarchaat. En de ontkenning van vrouwelijke goden met alle gevolgen van dien. Ik moest dus aan Asherah denken toen ik met Zore niet over geld kon praten. En als we ons die vraag stellen over verantwoordelijkheid van de elite, dan gaat die denk ik heel erg over taal. Ons spreken en zwijgen, de blinde vlekken, de doublespeak, het heeft kleine en gigantische historische gevolgen.
Nee, ik heb nog 4 minuten. Ik ga dan toch een voorbeeld noemen wat mij heel erg aan het hart gaat. En dat was namelijk in de periode dat ik over Ashera leerde, toen wij dus die godsdienstwetenschap colleges hadden. Dat was ongeveer een jaar na 9-11. En toen dook steeds vaker de term op die we nu echt veel horen, joods-christelijke beschaving. En ik weet nog dat wij als studenten godsdienstwetenschappen daar echt gewoon om moesten lachen in onze colleges. Hoe dat joods-christelijk zo duidelijk genoemd werd om die ene andere monotheïstische religie, wat je er ook van vindt, maar die daar gewoon bij hoort, daar niet in mee te nemen. Terwijl, dat was dan de grap natuurlijk, als er één ding op de wereld joods-christelijk is, nou, dan is het de islam. Ik bedoel, dat komt er letterlijk uit voort. Dus de absurditeit van die term, dat was, nou ja, wij dachten, ha, 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 dit wordt natuurlijk nooit wat met dat woord. En kijk ons nu. En dat vind ik iets heel zorgelijks. Dat we dus zo'n term. Ik ken genoeg mensen die dat gewoon zo zeggen. En ja, terwijl we daar misschien 10 jaar geleden nog echt om moesten lachen. En die dingen sluipen onze taal in. Die onzin, die absurditeit, die ontkenning van iets wat er echt wel is, sluipt onze taal in. En ik weet niet of iemand het essay heeft gelezen van George Orwell ooit. Volgens mij heet het Politics and the English Language. Dat schreef hij in 1946. En dat schreef hij heel erg aan de hand van zijn ervaringen. Hij was op een gegeven moment, werkte hij bij de propaganda bij de BBC. En nou, gewoon zijn hele oorlogservaringen. En hij schrijft heel veel over taal en oorlog eigenlijk. En ook hoe, het werd net al genoemd dat bijvoorbeeld in totalitaire regimes mensen zo blij zijn met de elite. Maar hij beschrijft juist heel mooi hoe dat ook kan gebeuren, omdat de taal van zo'n regime het denken ondermijnt. Er is gewoon taal die ons dommer maakt. En bijvoorbeeld joods-christelijke beschaving is gewoon dom. Is echt superdom. En dat zeggen is dom. Dat is getuigd van een versimpeling die onze maatschappij ook dommer maakt. En nou ja, goed, daarom wilde ik dit voorbeeld dus nog even noemen. Ik sprak een maand geleden een Syrische schrijver die hier in residentie. Hij zat in residentie in een boekwinkel, maar hij is hier naartoe gevlucht. En hij, residentie. Moest hij wel eerst 3 maanden lopen, toen mocht hij in residentie. Die was dus heel enthousiast begonnen met het leren van Nederlands en inburgen. Hele slimme man. Hij dacht, oké, fijn, ik ben in Nederland. Ik ga alles leren wat ik kan leren. En hij vertelde me dat hij op een gegeven moment leerde wat het woord inburgingsplicht betekende. En dat hij toen een week lang compleet van de radar uit het raam heeft zitten staren. En helemaal van de kaart. Omdat hij zich realiseerde dat hij helemaal geen keuze had. Al dat enthousiasme, het deed er allemaal niet toe. Het gebrek aan keuze, het gebrek aan vertrouwen, het gebrek aan menselijkheid zat voor hem allemaal in dat ene woord. En hij zei, sometimes words just kill you. En ik dacht, dat is waar. Some words simply kill you. En de vraag is natuurlijk wat we daarmee moeten als elite. Bedoel, wij beheersen de taal. Wij beïnvloeden de taal. We staan soms ook machteloos tegenover de taal, natuurlijk. Het heeft natuurlijk geen zin om woorden te weigeren. Taal stroomt toch als een soort rivier de weg van de minste weerstand, denk ik. En toen ik daarover nadacht, dacht ik aan een lied van Bram Vermeulen. Ik weet niet waarom. Ik ken Bram Vermeulen bijna niet. Maar 1 zin ken ik wel van hem. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. Dat is volgens mij de zin. Ik heb een steen. Nee, ik ga niet zingen. Maar ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. En ik dacht, misschien is het formuleren van woorden, het spreken, het schrijven, gewoon wel stenen rapen of terugplaatsen in de stroom. Een kiezel erbij, joods, christelijk, islamitische beschaving. 3 kiezels eruit, gewoon beschaving, samenleving. Praten is de loop van het water bepalen. En dan is het dus belangrijk om te weten wat je zegt. De omvang en de impact van je woorden te kennen. Weten wat het effect zal zijn op het water, op de stroom. Verandering kan beginnen bij taal, schrijft Orwell. En ik geloof hem. Dan rest ons alleen nog de haast onmogelijke opdracht onszelf te leren verstaan. De impact en omvang van onze eigen woorden te kennen. En ik heb daar een goede tip voor. Maak een boodschappenlijstje voor een nieuwe Nederlander. Laat u een paar weken napraten door iemand die u niet begrijpt. Dank u wel.
Thank you.